vloggen. Ik zie eruit alsof ik net wakker ben, want dat ben ik ook weer zoals altijd. Vandaag is het 27 september, wat betekent dat ik vandaag 23 jaar oud ben geworden. Ik ben vandaag jarig, yay! Dan ga ik meteen even beginnen met een domper, want waarom niet, dan hebben we dat gehad. De afgelopen dagen voel ik me niet heel goed. Ik voel me heel erg down en depressief eigenlijk. Maar ja, jullie weten, ik ben er heel open in. Ik heb een lichte versie van een bipolaire stoornis. Nou heb ik er op dit moment last van de afgelopen tijd, wat lastig is. Omdat ik me eigenlijk heel erg goed voel. In de zin van, ik heb het naar mijn zin hier op Aruba. Het gaat telkens beter. Het is heel zwaar om dan te gaan werken, omdat je letterlijk tegen je hoofd aan het vechten bent en zo. Dus ja, de afgelopen dagen waren niet super. Maar vandaag ga ik mijn best doen. Ik heb gisteren eigenlijk de hele dag zat in bed gelegen. En ik voel me iets beter. Ik voel me nog niet geweldig, maar ik ga er gewoon doorheen. Zoals ik ook de afgelopen paar dagen heb gedaan met werk. Ik ga er gewoon tegen vechten. Want het is mijn verjaardag en ik wil het leuk hebben. Het liefste zou ik nu de hele dag op bed blijven liggen, maar dat gaan we niet doen. Namelijk om 4 uur landt Luc. Dus hem gaan we ophalen van het vliegveld, wat leuk is. Verder moet ik echt opruimen, want Luc moet hier ook slapen. En ik hou ervan om dingen die... Ik leef graag in bed. Laten we het zo zeggen. Als ik vrij ben, vind ik het fijn om mijn make-up in bed te doen. Om alles in bed te doen. Om lekker chill te doen. Wat ervoor zorgt dat mijn bed er zo uitziet. Met heel veel spullen, omdat ik dan niet hoef te lopen. Ik weet het. Dus dan gaan we de kamer opruimen. Daarna ga ik douchen. Ook ben ik gisteren naar het shoppinggedeelte geweest van Aruba. En ben ik naar de Zara en de Mango geweest. Waar ik allebei een leuk jurkje heb gevonden. Ik weet dat dat niet de bedoeling was. In de zin van, ik weet dat ik niet veel geld heb. Alleen ik wilde me gewoon vandaag zo goed mogelijk voelen. En jammer genoeg ken ik mezelf in de zin van, als ik een leuk nieuw kledingitem heb, voel ik me altijd al wat beter in mijn vel. Dat helpt mij altijd heel erg. Ik weet niet of meer mensen het hebben, maar als je nieuwe kleding hebt en je voelt je er mooi in, dan is dat helemaal geweldig. En ik heb een heel leuk jurkje gevonden die ik vandaag aan wil gaan doen. En de ander vind ik ook super mooi, dus die gaan jullie ook waarschijnlijk dit weekend zien dat ik hem aandoe. Want ik probeer me gewoon positief mezelf te triggeren, zeg maar. Maar die laat ik zo wel zien als ik hem aantrek. En dan kan ik die andere ook wel eventjes voor jullie aantrekken. Gewoon om te laten zien. Wat ik wel heel gek trouwens vond, wat ik wou zeggen. Ze hebben hier in de Zara ook gewoon echt herfstkleding. Echt gewoon jassen en dikkere kleding. Dikke broeken en van alles nog wat. En de herfstkleuren en zo. En ik dacht echt, nou dan moet je hier niet dragen. Op dit moment is de hurricane season. Het is gevoelstemperatuur af en toe 45 graden. Waarom zou je dan herfstkleding hier aan willen? Dat verkoopt toch niet? Ik snap niet zo goed. Ja, waarschijnlijk krijgen we gewoon hetzelfde assortiment als iedereen. Maar ja, ik stond er een beetje van verbaasd. Ik zou zeggen dat een land als dit, een eiland, ander assortiment krijgt of zo. Dus ik was heel erg verbaasd. Ja, ik wou eigenlijk wel wat voor jullie filmen. Maar zoals ik al zei, ik zat toen heel erg slecht in mijn vel. Dus ik heb besloten om dat niet te doen. Ik voel me nou wat beter en ik moet het van mezelf. Dus, maar vandaar dat ik dat niet heb gefilmd. Maar ik zal jullie in de toekomst wel een keer de Zara laten zien. Ik denk dat veel mensen dat leuk vinden. Misschien kunnen we een shop met mij in de Zara doen. Gewoon om kleding te laten zien en zo. En jullie houden van shop met mij video's, dat weet ik. Dus dat kan allemaal in de toekomst. Maar we gaan opruimen, douchen, aankleden. Het is pas 9:30 's ochtends. Dus ik moet Luc pas 4:30 of zo ongeveer rij ik hier weg. Dus ik ga de vlog die al online staat editen, die jullie al hebben gezien als het goed is. Als je hem nog niet hebt gezien, ga hem kijken. Het was een super leuke dag. Ik heb het echt ontzettend naar mijn zin gehad op die dag. Even nagellakje gedaan. Ik heb namelijk nagellak gevonden bij de supermarkt. Dit is hem. Focus. Hij was hartstikke goedkoop en het is een beetje een donker nude kleurtje. Ik vond het wel leuk. Ik voel me gewoon, net wat ik zei, ik doe moeite nu voor mijn uiterlijk gewoon zodat ik me beter voel. Dus dat helpt mij iets. Het maakt me niet dat ik me meteen helemaal goed voel, maar het zorgt er wel voor dat ik me een stuk beter voel. Dus ik heb nageltjes gelakt, ik heb mijn kamer opgeruimd, de was gesorteerd, alles. Afval weggegooid. Ik moet dit nog wel een beetje opruimen. Alleen ja, ik ga mijn make-up zo doen wanneer ik klaar ben met mijn nagels. Ik ga ook nog een topcoat eroverheen doen. Die had ik wel meegenomen uit Nederland. Dus nu lekker chill YouTube kijken. Ik heb geprobeerd een soort van mijn haar te doen, maar mijn haar
is wild in Aruba. De luchtvochtigheid en ja, ik weet het niet. Mijn haar is één grote wilde bos hier, iedere keer sowieso. Ik heb er wat mee proberen te doen. Het ziet er wat beter uit dan wat ik de afgelopen tijd heb gedaan. Ik heb ook mijn make-up gedaan. Wow. Dus ik voel me al gelijk een stukje beter zo. Het is nu 2:15. Wat betekent dat ik waarschijnlijk om 3 uur mijn kleding ga aandoen en aan jullie ga laten zien de outfit. Dit is de damage die ik heb gedaan. Bij de Zara heb ik 1 jurkje gekocht en een ketting. Deze. Ik zie nu echt overal die chunky kettings en ik vind het echt geweldig. Ik ga hem zo ook omdoen met dit jurkje. Dit wordt mijn verjaardagjurkje. Maar ik ga jullie eerst even deze laten zien aan en daarna doe ik die andere aan, laat ik ook zien. Dus ik heb de ene van Mango en de andere van de Zara. Dit is het, oh, ik haat het licht hier zo. Dit is het jurkje van de Zara. Ik doe er wel echt een riempje omheen, dat vind ik veel leuker. Maar hij heeft hele leuke mouwtjes die zo poef doen. Maar ik doe even de riem erbij om. Nu is het een beetje vormeloos, vind ik zelf. Dus ik doe er een riempje omheen, zodat je dat weer terugvindt. En dit is hoe die er dan uitziet. Ik hoop echt dat jullie dit kunnen zien. Het ziet er echt super donker uit voor mij. Dit is die van de Zara. Ik vind hem heel erg cute. Ik ben er blij mee. Dit is de jurk die ik aandoe voor mijn birthday. Hij heeft allemaal verticale strepen. Deze is dus van de Mango. Hij heeft een soort van half mouwtje. Ook een vrij wat lagere hals. Ik heb de ketting er even bij omgedaan om aan jullie te laten zien. Maar ik denk niet dat ik hem omhaal omdat we gaan zwemmen. Maar ik vind hem echt super cool. Dus dat is dit jurkje. Ik vind hem heel erg vet. Hij is onderdeel van de Mango Basics. En ze hadden hem met verschillende printjes en zo. Maar ik vond deze heel erg flatteus. Vooral ook staan. Ik vond het een mooie vorm. Wederom met een riempje. Helemaal blij mee. En ook lekker makkelijk hier in Aruba. Je gooit het aan en je kan de deur uit. En ik heb relatief blote armen. Ik ga hier telkens meer mee op mijn gemak voelen. Dus daar ben ik ook blij mee. Ik ga nu op weg naar het vliegveld om Luc op te halen. Ik ben even nu spullen aan het inpakken. En dan gaan we rijden naar vlakbij het vliegveld. Want bij het vliegveld zelf moet je betalen. Sorry, de tv staat aan. Je ziet de kleuren op mijn gezicht veranderen. Maar bij het vliegveld zelf moet je betalen voor parkeren. Dus ik ga iets verder weg parkeren. En dan ga ik daar op hem wachten. En jullie gaan weer mee zoals altijd. Ik denk dat jullie trouwens heel erg waarderen dat ik een keer iets aan mijn uiterlijk heb gedaan. De afgelopen tijd hebben jullie alleen maar make-uploze Noël gezien. Met fabulous knotjes en staartjes. Ik hoop dat jullie dit waarderen. Want dit gaan jullie niet meer zien. Dat beloof ik jullie nou al. Misschien 1 keer nog een keer. Hier zo geparkeerd. Ik ga weer een printscreen maken. Dat doe ik iedere keer. En zo vind ik mijn auto terug. Dus ik ga vanaf hier lopen naar het vliegveld. En als het goed is, is dat rond de 10 minuutjes. Dus dat is prima te doen. We zijn er. Luc hoort over een kwartiertje te landen. Dus ik ben mooi op tijd. We gaan nu op zoek naar waar hij zal uitkomen. Als het goed is, komt Luc straks daar uit. Godzijdank gaan we zo zwemmen, want het is super warm. Daar is de rare. Helemaal, het is vandaag zaterdag. Wow, die kwam van ver. Ik heb gisteren niet meer gefilmd. We hebben ook niet heel veel bijzonders gedaan. We zijn naar Phoenix geweest. Luc was natuurlijk moe, ik was moe. We wouden eigenlijk ergens gaan eten, maar dat hebben we achteraf niet meer gedaan. Dus we gaan nu naar de McDonald's. Dat is kei leem om te zeggen. We gaan naar de McDonald's. En ik heb er kei veel zin in. Dus ja, we gaan naar de Mac. En daarna gaan we weer naar Phoenix. En we gaan vanavond naar Plaza. Naar Palms Plaza. En dan gaan we naar de bioscoop, naar It 2. Want die heb ik nog niet gezien. Dus ik ga samen met Luc daar naartoe. Dus vandaag gaan we wel van alles doen. En ik ga mijn best doen om dat te filmen. Wat zoek je? Ik zie je kijken van je zoekt iets. I'm a traveling spirit. I've seen many shows. From the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go. And even though no one can tell, I still feel that I'm... Dit was echt het beste ooit. Een milkshake. Dat was kei lekker.
zijn nu bij Palm Beach Plaza. En hier zo is ook dus de film waar we zo naartoe gaan. We gaan naar It. We zijn een beetje vroeg, het is 5:50. Maar we wouden hier gewoon eventjes kijken bij het toeristisch gedeelte wat er allemaal is. Suzuki Jimny. Ja, dat ga ik niet filmen. Ik ga voor de iHeart Aruba. We gaan niet die auto filmen. What you're made for, and there's nothing that is too late for. Out of the cold into my warm hand, in the sun. It's already begun. Deze lijkt op de schildpad van Nemo. You are my rubber band. Dit is echt heel goed gebruik gemaakt van heel weinig ruimte. Niet? Zo zand op je oren van het zwemmen. Van het zwemmen? Ja, van het zwemmen. Je bent zo slecht in zwemmen. Zoiets vind ik wel leuk. Zeg maar, ik zou dat eerder doen dan zoiets. Huh? Krijg je iemand dood? Dit is een jurk. Ik bedoel, dat is shirt. Ja, dat is shirt. Ja, dit zijn shirts, ja. Dank je. Ik vind dat tie-dye wel leuk. Dat is ook leuk. 7 is $5. Het is zo zien de kentekenplaats hier zo eruit met een A. Het is wel leuk. Altijd als ze zo opdringerig zijn, dan ben ik meteen weer weg. Ja. Daar hou ik helemaal niet van. Dus dan laat me gewoon kijken. Dit is cute. Ik wil alleen niet scherp stellen, maar ik vind hem wel cute. Deze had je ook heel veel in Turkije en Spanje. En die oogjes. Nice to look at, nice to hold, but if you break it, it's all. Goeie kort. Oh, ze hebben hem ook als trui. Echt heftig, leuk. Bling bling, nog een pet nodig, Luc. Ze hebben hem ook voor kindjes. Oh, hier zijn de hangzeil trouwens veel goedkoper. Ja. Dit is ook cute. Maar hier is er maar 1, maar $3. Maar de andere was die $6.95. Wat is dit? Dat zijn heel veel. Oei. Nou, roze en lube. Dit is leuk. Maar kijk, ze hebben kinderkleding. Ja, dat zag ik net ook al. Dat vind ik echt... Jaden, als je dit kijkt, ik ga iets voor je meenemen. Zeg maar tegen mama en dan wil tante Nono gaan we meenemen. Papa, look at this. All the elephants. Als je mijn video kijkt, vader. Allemaal elephants. Doe me een beetje denken aan de... Dit, aan de... Wereldwinkel. Ja, ah ja. Zullen we misschien dat doen? Ja, wil je een toetje? Ja, we hebben net overgeslagen omdat jij een toetje had. Ja, we hebben shake. En olie. Het is gewoon, er is geen brrrr-apparaat. Nee. Wat heb jij erbij gedaan? Had je erbij gedaan? Ja, ik moet er iets bij doen, maar gewoon met chocolade. Wat is dat dan? Maar dat is een kleur waarschijnlijk gewoon ervan afgegeven. Wauw. Jij wilt
crocs. Ik voel het. Ik voel het aan mijn water. Je wil crocs. Mijn oma heeft altijd crocs. Alleen dan zeg maar niet die crocs aan de muur, maar die sandalen crocs. We say we love, we say we love. Maar op de helft die ze afscheurt stond misschien wat ik dacht van de stoel. Je ziet bijna niks met wat ik film, maar het is een hotdog. Het ziet er heel raar uit. Ja, stop. Meer? Nee. Thank you. Hello, Mona. I reach through mysterious ceilings. My only hope. I look for the things I don't know. Mensen, officieel is het nou de volgende dag, maar ik heb niet meer gevlogd nadat wij. Wat? Officieel is het nou de volgende dag. Van het laatste beeld. Ja, maar... Voor hen is het logisch wat ik zei. Ja, maar voor mij. Ik ook weer lachen. Officieel is het nu de volgende dag. Why are we still here? Just to suffer. Sorry, ga door. Verpest alles. Namelijk na iets was ik heel erg moe, was ik heel erg boos. En zijn we terug gaan rijden naar huis. De film viel me heel erg tegen. Ik weet niet of het iemand interesseert. Ja of nee. Maar ik keek heel erg zelf uit naar It Chapter 2. En het was naar mijn mening niet waard. De film was heel erg op zoek naar wat ben ik. Het begon als serieuze horror. En op een gegeven moment kwam er heel veel comedy in. Daarna draaide de comedy in één keer om naar we geven kritiek op onszelf als makers, waardoor ze komische muziek achter een horrormoment gingen zetten. En op het einde dachten ze, oh nee, wacht, het moet een drama zijn. En toen gingen ze in één keer heel melodramatisch doen, terwijl er geen character development in deze film zat. Ja, het laatste half uur heeft Luc me aardig wat zien zuchten en steunen. En toen was ik ook gewoon kapot moe, want hij was keilaat klaar. Ik denk dat we 11:30 zo wegliepen uit Bisco. Oh, toen was wel grappig, dat was wel een grappig verhaal. Ik bedoel, je had een muntje nodig. Het was trouwens maar $1 om daar de hele dag te parkeren. Wat echt super betaalbaar is. Maar voor $1 kreeg je dus een muntje. Dus ik had zo'n muntje van Luc. En die moest ik alleen uit het raam doen in dat apparaat. Maar ik zei al, net daarvoor had ik een zin gezegd van oh, ik ben echt te moe en boos. Ik kan niet meer functioneren. Zoiets had ik tegen jou gezegd. En toen daarna, zeg maar, ik wil dat muntje erin doen. Maar ik deed het veel te lomp, omdat ik boos was door hoe teleurstellend de film was. En mijn inschatting was gewoon heel slecht, omdat ik kei moe was. Dus ik sloeg dat muntje tegen de bovenkant, zeg maar, van het raam, van het dak aan. En toen vloog het muntje naar buiten. Waardoor Luc moest uitstappen en dan moet je hem zoeken. Ja, mijn beste moment. Mijn beste moment. Maar ik ga hier dus de vlog voor vandaag eindigen. Ik ga nu gewoon weer gelijk door met de vlog voor die er binnenkort voor jullie aankomt. Ga die vooral kijken, want we gaan nu naar de toeristische plek The Lighthouse. En we gaan misschien naar de rotsen waar het water tegenaan slaat. Als het gaanbaar is. Het heeft geregend, dus het hangt er even vanaf of ik daar met de huurauto heen kan. En we gaan sowieso naar Boca Catalina om weer te zwemmen met de visjes. Dus dat gaan we zo doen. En dat zal de volgende vlog zijn. Dus als je die graag wil zien, abonneren is hier beneden. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg! Bye!